Hallo, Charles Dorpmans, drugsexpert van Novo de Kentron, expertisecentrum voor verslavingskunde in Brabant. Ook na Prinsjesdag blijven wij de Brabantse drugsmarkt monitoren met onze 7 testlocaties. En ik voorzie het komend jaar nieuwe drugs, nieuwe aanbieders, vooral op het internet en veelvuldig gebruik van deze drugs. In navolging van de notitie van staatssecretaris Verheyen hebben we ook de uitbreiding nodig om niet alleen te monitoren, maar ook de preventieve interventies door te ontwikkelen. Laat je drugs testen, laat ons je voorlichten, maar let wel, het gebruiken van drugs is nooit zonder risico's. Wil je geen risico lopen, gebruik dan niet. Met onze expertise en onze inspanning gaan we voor een gezondere leefstijl in een gezondere provincie met voor iedereen nieuwe kansen.